Je ziet het goed. Ik heb een nieuwe setting. Of ja, dat zien jullie zometeen. Nee, oh, ik ben echt helemaal de kluts kwijt, hè. Nou, welkom weer terug bij een gloeiende video. Mijn naam is Jant en vandaag gaan we weer... Nee, niet alweer. Voor de eerste keer op de Nintendo spelen. En we gaan best wel een heel oud spel spelen. Even kijken, is 2020, 22... En wanneer is het gemaakt? 2019, dus wel 3 jaar oud. Ja, maar ik wil het alsnog spelen. En waarom? Maakt mij niks uit! Sorry als jullie last kregen van de echo. Als er überhaupt een echo was. Nou, ik heb mijn camera even zo gedaan, omdat... Kijk, nu heb ik een nieuwe setup. Maar wacht. We gaan... Luigi's Mansion spelen! Halleluja! Oh ja, moet wel even de perfectionering van mijn camera even aanpassen. Ik zal die zo wel zetten. Luigi's Mansion 3! Ik heb hier hele goede verwachtingen over. Ik heb dit spel al vanaf het begin. Alleen ik heb er nooit wat mee gedaan. Dus ik ga het maar spelen. En ik klik lekker op de A. En dan gaan we lekker met Luigi's Mansion spelen. Oh, niet meer laten zien. Flikker op. Oh, ik wil gewoon het verhaal. Ik doe altijd middelste pakken. Ga gewoon door. Halleluja. Dus dan heb ik nu een brede camera. Omdat ja. Ik heb nu mijn hele facecam overlaai. Alleen mijn facecam past er neer in. Maar dan ook. We gaan gewoon Luigi's Mansion spelen. Luigi's Mansion. We zitten lekker in de roze bus. Ik kan compleet helemaal niks horen. Van allemaal geluid. Dat vind ik zo stom. Kan ook niks aanpassen of iets. Nee. Nou, ik ben zo terug. Oké, daar ben ik weer. Nu, ik heb even draadjes, ja. En er gestopt dat ik kan horen wat jullie ook horen. Lekker aan het hard snurken, Luigi. Lekker hard aan het snurken. Oh, spookman. Spookman! Spook! Wat zou dat zijn? Zet wel een hotel op, hè? Waarom wil ik ook zo'n spookhond hebben? Ik wil gewoon ook zo'n spookhond hebben! Waar zitten ze naar te kijken? Oh, jullie kunnen niks horen. Nou, zet niks aan. Let's go! Nou, heb je rugpijn? Ik wil ook zo'n spookhond. Ik wil spookhond. Nou, Luigi is interessant. Wauwie, zauwie. Wat een mooie touw. Of wat is het? Vakantiehuis. Een klooster. Oh nee, geen klooster. Nou, gaat Luigi het leuk vinden of gaat hij het leuk vinden? Oh yeah. Hahaha. Wat een interessant hotel. Is je spooken?
Hi, Divalpont. Nee, ga ook niet naar jou. Hé, hey, hoe is het met jou, Peach? Wat heb jij nou gedaan? Ik kan niet heel snel lezen omdat ik dyslexie heb, dus alsjeblieft. Wat is dit een groot hotel, Luigi? En de aankleding is werkelijk perfect. Wat een geluk dat we die... Dat we een uitnodiging hebben ontvangen om hier te komen. Hihi. Ik kan echt niet. Wat is dit van creepycast? Gast. Ik vertrouw hem niet. Ik ga hem toch maar laten praten. Welkom, eregast, in Hotel de Eeuwige Rus. Ben je klaar om in te checken? Ik zie je naam. Gaston, welkom. Ik vind het gewoon... Sommige namen zijn gewoon zo leuk. Ook al ben ik pas net het spel aan het spelen. Ja, wil je checken? Drinken. Oh, voordat ik ga drinken. Geëerde gasten, van harte welkom in Hotel de Eeuwige Rust. Mijn naam is Cassie Weel... Ik noem me Cassie. Cassie. En ik ben de eigenaresse van dit hotel. Ik ben verschrikkelijk opgetogen dat jullie mijn uitnodiging hebben aangenomen. Waarom kan zij zweven? Ze glijdt. Jullie zijn vast moe. Kom, ik zal jullie naar jullie kamers begeleiden. Oh, laat jullie bagage gerust liggen. Ons vreselijk bekwame personeel zal zich erover ontformen. Kan zij daar ook spelfouten maken? Aha, jullie zijn tenslotte onze eergasten. Het is onbeleefd om in iemand... Oh. Nou, het zal jullie aan niks ontbreken tijdens jullie vakantie. Wel een vakantie in een hotel. Wacht maar. Zullen we dan maar gaan? Dat stond er niet. Nou, lekker chewen. Achoo, achoo. Ah. Halleluja. Is dat ook een... Oh, 5. Oh, ik wil net gaan drinken. Daar zijn de kamers van Mario, Luigi en Peach. De Toads overnachten hier. Ik hoop dat jullie zullen genieten van jullie verblijf. Jullie staat een onvergetelijke ervaring in het over... Vooruitzicht. Dag. Bye. Good night. Night night. Mooie roosjes. Ik vind die spookhonds gewoon zo leuk. Het is gewoon leuk. Oh, hey, hondje. Ik wil eerst de kamer verkennen. Ah! Schrik mezelf gewoon omdat ik naar achter schiet. Hup. Ik heb niks gedaan. Ah, wat lief. Hebben we nog meer dingen? Hoe kan ik ook schrikken, want zo'n dingen. Hey, tea. Ah, jammer. Hi, Duggo. Woef! Wat had je van om ditje te doen? Ja.
Ik ga slapen en ik ga wat drinken. Ook pyjama pakken. Of toch niet. Lekker een boekje bakken, zijn dagboekje. Of iets anders. En dat is een leesboek. Lekker nachtlampje, hè. Zaklampje. Gaat even een boekje voorlezen aan een hondje. En dan valt hij vanzelf in slaap. Ja. Dit zag ik niet aankomen. Meteen in slaap. Wat gebeurt er nu? Dat klonk als speech. Dat kunnen jullie niet horen, maar dat is speech. Of dat klinkt als speech. Oké. Waarom is alles spooky? Ik haat het. Hey. Zo moet ik bewegen met mijn camera. Zo moet ik omhoog en omlaag. Zo moet ik lopen. What the fuck? Oké. Peach zit in twee kamer naast ons. Want Mario is in een kamer naast ons. En die slaapt naast Peach. Oké. Hotel. Hotel is aan het demoniseren. Oh nee. Demoniseren. Hé, hey, kijk Luigi ook bang zijn. Kijk hem trillen. Dat is leuk. Godverdomme. Ah! Dat vertrouw ik ook niet. Dat mag jij gerust weten. Kijk. Nou, spin. Godverdomme. Hallo? Nee, niet de thee! Niet de thee! Niet de thee. Niet de thee, waarom? En kijk uit de kas. Godverdomme. Nee! Trouwens, ik doe alsof ik bang ben. Wel voor de eerste keer, daar vond ik gewoon bang. Daar schrok ik gewoon echt van. Wat is? Is dat een ontsnappingsroute met obstakels of zo? Mario! Waarom vind ik dit fucking eng? Moet nu naar... Alweer naar Prinses... Nou gaan de lichten uit. De lift gaat naar beneden. Halleluja! Wie is daar? Zeg niet dat het die eigenaresse is, hè? Dan word ik zo bang. Dat vind ik eigenlijk echt niet meer leuk. Smerige! Storing hoor. Dus... Ze is een spook! Ze is een spook! Sowieso. Dat is... Zowel. Mijn bijzondere gast. Ik was net naar je op weg. Is je kamer naar wens? Vind je hem niet gruwelijk smaakvol ingericht?
Mario is... Oh nee, Luigi is lekker radeloos. Oh, ik kan mezelf nauwelijks beheersen. Je weet niet hoe verschrikkelijk ik blij ben. Ik ben dat je mijn uitnodiging hebt aangenomen. Je vraagt je af waarom. Haha, nou, het zit zo. Er is iemand waar ik verschrikkelijk dol op ben. Hij was een inspiratie voor enkele van mijn beste ideeën. Zoals het idee om jou hier uit te nodigen. Ik ben zo'n grote fan van hem. Daarom vind ik het zo vreselijk leuk dat ik hem kan voorstellen aan jou. Ja, aan jou, Luigi. Je sterft vast van nieuwsgierigheid. Ja, ik eigenlijk wel. Schrik me de pleuris! Verrassing, Luigi. Ik ben het, King Boo. Die oude mafkees had me in zijn laboratorium opgesloten. Nou, leuk voor je. Maar raad eens, ik ben ontsnapt. De hoteleigenaresse wilde me afschuwelijk graag ontmoeten, dus ze heeft me bevrijd. Fijn, hè? Ik wist niet zeker of je wel zou komen, maar voor zekerheid heb ik wel het een en ander voorbereid. Mijn wraak is nu zelfs bijna voltooid. Wat ik met wraak bedoel? Fijn dat je het vraagt. Ik hou jou en iedereen in je gezelschap, reisgezelschap, gevangen. En elk een eigen lijst. Ach, kom op Luigi, het duurt niet lang meer. Nog even en jullie zijn voor altijd herenigd. Nou, lekker de schilderij opgesloten. Moa, niet verkeerd hè? Hey. Niet verkeerd, hè? Waren er geen plaatjes? Oh, jij krijgt natuurlijk er ook één. Ik heb hem speciaal voor jou bewaard. Blijf daar en zet je bangste gezicht op, Luigi. Het is tijd voor wraak. Oh, hij heeft hem mee dood. Nee. Godverdomme, Ah! Ik haat hem. Ben slim, ben sterk. Oelala, Sinodene carnaval. En daarin gaan. Ga daar nou in! Ga in. Ik waag het, ik zweer het je, hè. Als je daar niet in gaat, hè. Ga daarin. Kom, hup. We escape it from Luigi's Mansion 3. Oh, een spookhotel. Met allemaal spoonken. Mooi. Mooi spookhotel. Wil ik best wel in overnachten. Mijn leuke puppy. Nou, nu moet je wel gaan laden, hè? Oh! Spookhond. Honden zijn in het algemeen toch. Geld! Ik zie geld daar. Oh ja, natuurlijk. Hè. Ik heb altijd mijn zaklamp. Schrik me de pleuris. God. Hou op met mijn leven met je spook. Ik vind jou... Nee, ga nou niet weg. Ga niet.
Is dat eigenlijk wat bijna elke hond doet? Mooie donutbril, Pik. Nee. Waar ga je nu weer naar? Garage. Oh, mooi. Zit hij hier? Zit hij hier? Academy. Hij heeft iets gevonden met zijn leuke staartje. Een stofzuiger! Wat leuk voor je, dat je zo blij bent. Wacht heel even. Ben er weer. Nee. God meer. Hup. Oké. Okay. Nou, super flash. Wat leuk. Zet hè. Oh, opzuigen. Leuk. Oh. ZL? Oh, dat is wegblazen. Oké. Schrik met de pleuris. Nou, ik zit lekker alles kapot te maken, hè. Woef! Is alles duidelijk? Jazeker. Nee. Ik kan ook niet vliegen, hè. Ben ik hier alweer alleen? Muis! Muis! Ik wil geld! Muis! 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 Alle muisjes! Hup! Niet in je gat! Je bent van mij! Oh, er zit gewoon een gat in die muis. Oh. Kom hier muizen! Ik blaas je omver! Hé! Hey, geld! Geld! Geld, geld, geld. Muizen, je moet er van me weten, hè. Ik ben een geldboef. Ja, nu ben ik wel klaar, ja. Ik vind het ook maar helemaal niks. Hé, hey, de deur. Zullen we weer... Oh. Mama zit aan diamanten. Ik vertrouw die spuitbus niet. Oh, geldbus. Geld, geldbus, geld. Dat was een geldbus. Geldbussen zijn leuk. Kunnen we via de lift? Nee. Geld. Ik zie geld in de bomen. Waar zit er überhaupt geld in de bomen? Wat ik hier stunt of zo? Blijkbaar. Amai. Oh nee. Nu is de deur geopend. Wat leuk. Nog meer. Geld, geldmachine, geldmachine. Oneindig geld. En nog een keer, baby. Woehoe. Nog een keer.
Net op, hè. Ga uit mijn kant, ga uit mijn kant. Ga nou uit de kant, uit de kant, uit. Hey! Ja. Mannen. Waarom zit ik daar een diamant? Kan er niet bij komen. Ja, ta-ta-ta. Ik loop door de deur en ik haast er zijn aan. Ik vertrouw het niet. Oké, Dina, als je iets niet vertrouwt. Diamant, 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 band, band. Diamant. Oké, dat gaat dus niet werken. Jammer. Wat een mooi hotel. Mooi toch? En wauw, waarom staat er kruis door onze hoofden? Hoofden. Marianne. Luigi. Luigi. Auw, sponkemanen blokkeerde de deur. Kijk toch dat bange gezicht van hem, dat is zo. Nou. Jij irritantem. Nou, moet het. Wacht, ik ken dit stunt. Zuiglap. Tegenwerken. Wachten tot hij bijna klaar is en dan boom, boom. Kijk, ik ben wel slim, hè. Ik heb geen tutorial nodig. God, maar ja, dan komt de andere. En jij dan, hè? Amminul. Hup. Hup. Goed zo en boom. Kijk, ik ben gewoon slim. Sleutel. Eens die sleutel. Nee. Hou op, ik wil sleutel. Spookman. Ja, ik wil... Nee. Oké, jij wacht daar, prima. Hey. Sleutel, brieven met de geld, ik hou het allemaal in mijn zakken. Oké, ik wil de sleutel. Oh. Joehoe, ik heb de sleutel. Ik zie alweer zo'n flitsding. Boom. Geld. Wij hebben de banken van de boys. Oh, ik ben even alles aan het kapot maken. Vind je dat erg? Nee, toch? Of ja, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, hè? Wat is het? Diamant? Een roze. Ik hoor die hond gewoon in mijn linkeroor gaan blaffen. Hè. Ik vind dat gewoon zo vervelend. Wolfman.
Kijk maar eens aan, Wolfman. Wolfman. Is dat een deur? Hij gaat er wel in. Eeuw. Daarvoor hebben we die sleutel nog. Nou, sleutel verdwijnt random voor mijn gezicht. Dat vind ik al, hè. Oh. Wie is dat, professor? Ik ken de karakters niet zo goed van Mario. Oh, is het echt een professor? Hij is wel een professor. Hij heeft een gekke briltje, hij is klein. Hij is van de KUVA. Waarom ga je hier nou naartoe? Nou. Hi, gaat het met jou? Prima. En even sluit dan nodig. Moet ik hier kijken? Waar moet ik eigenlijk gaan zoeken? Geef alles aan mij. Is allemaal waardevol. Zak met geld, money. Maar kluis? Kluis? Oké, daar was ik eigenlijk niet op na aan. Daar was ik niet op naar zoek, maar zo. Vind ik allemaal prima. Oké, hier ga ik niet verder op in. Wat moet ik nou? I see it in de spiegel. Niet naar die kant. Ah, boom. Ah, boom. Sleutel dessus. Niet zo ver. Ewa. Stoel opeten. En nu wil ik zo snel mogelijk hier weg. En nu kunnen we in dat... Ben ik nou gezocht? Kom er nog mee spoken. Hoi. Oh ja, willen jullie doekoe? Doekoe, 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 doekoe. Boom, boom. Hé, je kan ook dubbel pakken. Wist ik niet. Gauw dat. Vervelende junke. Ein, in. Kijk, zo makkelijk kan het gaan. Zo makkelijk kan het gaan. Centjes, centjes, centjes. En nu kunnen we hier naar binnen. Hup. Ik wil niet te lang in deze video. Hey. Oh. Oké. Oh, schrik. Give up. Give up uit mijn beeld. Hup, weg. Geld. Hey, ik zie alweer zo'n flitsding. Hond. Ik ben er weer. Hey, we hebben wat gevonden. Een speciale lamp. Mooi. Kleuren. Kunnen we nu kleuren blind maken? Interactie. Oké. Hey! We kunnen dingen tot leven laten maken. Jij ook, Wolfman. Kom terug. Kunnen we dit ook tot leven maken? Nee. Grote spin. Geld. Nog meer geld. Nog meer, nog meer, nog meer. Oké, we moeten wel een beetje opschieten. Oh ja, nu kunnen we die professor. Ah.
We kunnen die professor eruit halen. Aha. Ja, meneer. Oh. Hoppakee. Een leuke professor met zijn kale kop. Hij maakt zo grappige geluiden. Ah, Luigi. Hoe is het mogelijk? Je bent echt de eerste die ik in de laatste tijd... die ik had verwacht hier te zien. De laatste die ik had verwacht. Hoe dan ook. Dit is niet het moment om bij te kletsen. Waar het nu om gaat, is... dat je je wel zult redden. Kom op, Luigi. Haal me hier weg. Dit hotel barst van de spoken. Ik wil hier geen seconde langer meer blijven. Oh, Mario. Wat zeg je daar? Al je vrienden zijn gevangen genomen. En nu kun je hier niet achterlaten, vind je? Dat ben ik soms ook, hè. Zit ik gewoon zo te jammeren. Ik zie al dat je geen steek ben veranderd. Nog steeds eigenwijs, als altijd. Zoekie. Goed dan. Echt blij ben ik er niet mee. Maar ik, professor Quellemans Wiebus, heb al een idee. Nou, leuk. Allereerst, Luigi, moeten we bij mijn auto zien te komen. Kun je me daar naartoe brengen? Verrek, de nieuwe stofzuiger G00 die je daar hebt. Die heb ik uit mijn auto gepakt, of niet? We moeten terug naar de ondergrondse garage. Kom op, we gaan. We hebben geen tijd te verliezen. Hup. Kan dit? Hey, ik wil even wat proberen. Schoon papi. Oeh. Heeft een mooie kuif, hè? Kijk. Och, hij loopt zo dramatisch. Met de hoofdwachter. Zeg, Luigi, kijk daar eens even op. Een lift. Handig. Met de lift zijn we in munt van tijd naar bij de garage. Laten we opschieten voordat de spoken ons vinden. Nou, ja, ik wil graag opschieten, maar jij is me de hele tijd af te leiden, stonkop. Wat een mooi hotel, joh. Heel veel verdiepingen. Toch al geld. Hey, Luigi, kijk nou toch eens naar al dat geld. Het is hier weliswaar levensgevaarlijk, maar dat is geen reden om financiële kant te negeren. Maar wachten we nog op. Vul je zakken. Dat komt altijd wel van pas. Ik ga niet alles voorlezen, omdat... Ik zit hem ook gewoon te plagen. Ja, ga maar lekker in de lift. Knopje. Oh, dat is hier. Oh. Gloeiende. Een of andere overlaat heeft bijna alle liftknoppen weggehaald. Nou, leuk voor je. Wat is hier aan de hand? Daar maken we ons wel later druk over. Druk nu maar eens op de knop B1 knop. Oh, kan je ook echt kiezen. Wat leuk. Interactief. Ik vind het wel fijn dat dit spel gewoon heel erg interactief is. Dus als je het gewoon tegen iets aanloopt, of je het lijkt er wel dat er geen meer van je vrienden op etage 2 zitten gevangen. Ze zitten vastgevangen in een hogere etage, dus dat betekent
Er zit niks anders op. We hebben de liftknoppen nodig. Hé, hey, we zijn beland. Hup, kom. Nu werkt hij wel, hè? Schrik me de pleuris. Jij lachen met je hoofd, hè? Ja, hup. Volg me. Diamant. Leuk toch? Diamantje. Naar zijn auto, hè? Oh, krijgen we hem weer. Dus de video is al 40 minuten. Zo lang. Lafaard. Ik moet tegen iedereen opnemen. Oh, hij pakt kisten. Ik haat het nu al. Hey. Wou gooien met die spullen. Oh, komt er nog een. Ah, boom. Hey. Dit is gewoon handig. Ik weet gewoon hoe dit gaat. Kijk, Nef. Ewa. Kom. Godzak. Nee. Man, ik vind hem ook eigenlijk helemaal niet leuk, hè? Ja, maar ik weet gewoon hoe dit gaat, denk ik. Oh, mijn lieve... Nee. Nee, ik vind deze man maar helemaal niet. Oh, ik kan hem niet meer stunten. Ik kan hem niet meer stunten. Haha. Fuck aan dit. Dit is uw ondergang, meneer, met de pet. Oh, zijn pet. Natuurlijk, die mag je lekker meenemen. Knoppen. Zijn het knoppen? Weet je wat ik nu gewoon zo leuk vind? Kijk die professor gewoon constant tegen die doofs aanlopen. Ik wil drinken. Liftknoppen. 1 en 5. Haha, dat zijn liftknoppen. Zonder twijfel. Wat moet zo'n spook daar nou mee? Weer mee. Maar het zijn er maar 2. Zouden er misschien andere spoken zijn met de rest van de knoppen? Maar dat doet er nu even niet toe. We moeten liever naar mijn auto gaan. Ik moet iets heel interessants laten zien. Nou, ben benieuwd. Zou ik eens wanneer ik dit heb uitgespeeld een speedrun doen? Kom. Poepoepoe, hij maakt gewoon een linkje. What the fuck is dat? Nou, eigenwijs. Hij zegt dat ik eigenwijs ben. Nou, hij is zelf eigenwijs. Je bent oud, hè? Ik zie het. Ja, je bent oud. Je bent oud. Oh.
Wat gaat dat doen? Oh, een laborator. Natuurlijk, dat mag niet ontbreken. Een antenne. Wat is dit? Laboratorium van hem. Kan je naar binnen gaan? Wat leuk. Ei, ik kan die camera wegblazen, hè. Waarom kan ik jou niet opzuigen? Nu wil ik naar... Mamoi? Meneertje komt bijna niet in zijn stoel. Hey, welkom in mijn laboratorium. Bevestiging is een laboratorium. Weer eens van mijn briljante uitvinding. Een draagbare laboratorium. Robot. Veilig en conditioning. Handig. Ik heb altijd geweten dat dit ergens van pas zou komen. Gelukkig had ik hem bij me. Wat ik hier in het hotel doe, dat is een lang verhaal. Maar kort gezegd, ben ik erin geluisterd. Ik heb een uitnodiging ontvangen van iemand die beweerde de eigenaresse van dit hotel te zijn. Deze dame zei dat ze een bijzondere, waardevolle verzameling had met spoken van over de hele wereld. Je begrijpt dat iedere spokendeskundige, die zichzelf ook maar een beetje serieus neemt, op zo'n aanbod in zou gaan. Ik heb daar natuurlijk geen uitzondering op, maar vanaf het moment dat ik binnenkwam, werd me al duidelijk dat het een valstrik was. Ze heeft me in de lijst gestopt en mijn spokenverzameling van me afgepakt. Ja. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ja. Dus ook al die spoken die ik eerder voor me had, die jij eerder voor me had gevangen en waar je zo best hebt voor gedaan. Wacht, wat? En natuurlijk ben ik ook geen boek kwijt. Oh, Luigi zit aan het zuchten. Dat heeft me diep geraakt. Hij was mijn alle favoriet. Wat? King Boo was vrijgelaten? Ach, die hotel-eigenaresse. Wat bezielt daar. Luigi, in deze toffe elende ben je om mijn laatste hoop. Nou, wat leuk. Zodat ik mijn spokencollectie weer terugkrijg. Oh, spoken. Heb je alvast alle spoken die je tot nu toe hebt gevangen? Oh. Stop ik daar nu allemaal spoken in? Hartstikke goed. Blijf spoken vangen en vergeet niet. Ja, bla bla bla. Galderij alvast voor je klaarmaken voor je spoken die je al gevangen hebt. Waarom kijk je zo, Luigi? Ben ik iets belangrijks vergeten? Nee. Oh. Maar natuurlijk, je wilt ook je vrienden en je broer redden. Dat heb ik glad vergeten, geen seconde meer aan gedacht. Nou, leuk. Hoe dan ook, als je ze terug wilt vinden, zul je spoken moeten vangen en dit hotel moeten verkennen. Om je te helpen geef ik je nog een van mijn geniaalste uitvindingen tot nu toe. Wat is dat voor jouw box? Ik noem het de Via Virtual Boo. Afgekort VB. Een hypermodern apparaat met de nieuwste virtual retail real
Vitality snufjes en een chic rood scherm. Baanbrand, oh, wie houdt er nou niet van rood? Mag maar tot je de marketing van het ding op orde krijgt. Ze zullen niet aan het slepen zijn, hihi. Je kunt de VR gebruiken om ieder moment met mij te communiceren. Laten we hem straks even gaan uittesten. Druk op start om de VR te openen en dan gaan we het zo meteen. Oh, ik heb nog iets voor je. Wat dan? Wat is dat? Het allereerste wat je voor me moet doen is deze liftsensor voor me in de lift plaatsen, oké? Mag nog niet eens ja of nee zeggen. Wat het precies doet, vertel ik je wel later. Zorg eerst dat hij is geïnstalleerd. Op zoek naar de lift. Nou, ik zou zeggen dat dit het einde van de aflevering is. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash dan op het blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!